Armin, de opnames zijn net afgerond. Was het de eerste keer dat jij in een archief was? Ja, dat is de eerste keer dat ik in een archief was, ja. Nou, het is niet helemaal waar. Ik heb voor mijn studie rechten wel wat moeten bestuderen uit ook oudere stukken. Oké. Okay. En met name Latijns en zo, maar dat waren allemaal wat standaard dingen. Standaard stukken die je kon vinden in Leiden, maar dat is niet zo'n archief als dit. Maar als je nu zo bezig bent met je eigen familiegeschiedenis, wat gaat er dan door je heen? Nou, dat ik het heel bijzonder vind dat zoveel stukken zo goed bewaard zijn gebleven. Ik heb zojuist een stuk vastgehad uit de 14e eeuw. En dat stuk is door een van mijn voorvaderen in ieder geval in zijn handen gehad. Die was, zeg maar, zou je kunnen zeggen, minister van Financiën voor de Gelden. Oude provincie Gelderland, althans het leek er een beetje op, een beetje dezelfde locatie. En daarin staat bijvoorbeeld hoeveel ossen er gekocht werden, ja. Waarmee de verschillende hertogdommen binnen het Gelre werden voorzien van eten. Want ja, vroeger had je geen Albert Heijn of een Jumbo waar je naartoe kon. Dat is wel heel bijzonder. Kijk, ik denk dat wij als mensen, om je vraag te beantwoorden, voornamelijk worden beïnvloed door de mensen waarmee je omgaat, de opvoeding die je hebt gehad. Maar ik ben ervan overtuigd dat je DNA ook voor een groot deel bepaalt wie je bent. Het is niet alleen maar je ouders en hun gedrag. Het is ook, ja, ik zie het aan mijn eigen zoontje bijvoorbeeld. Ik speelde zelf vroeger heel veel met autootjes. En had altijd mijn eigen droomwereld toen ik 4, 5 jaar oud was. En dat doet mijn zoontje nu precies zo na. Zonder dat ik dat één keer voor hem heb voorgedaan. Of dat ik hem heb verteld wat hij moet doen. Kortom, je DNA zegt eigenlijk ook best wel een groot deel over wie je bent en wat je doet. En dat kun je hier terugvinden. En dat is eigenlijk, ja, maakt dat het heel actueel ook voor jezelf. Want je leert niet alleen je familie, maar ook jezelf gewoon kennen. Je ziet waar je vandaan komt. En ik had gewoon een aantal concrete vragen. Welke vragen dat zijn, daarvan moet ik je verwijzen naar... Dat mag je nog niet verklappen, hebben mag ik niet verklappen. Dat is voor het programma Verborgen Verleden. Want wanneer is de uitzending? Dat wordt uitgezonden op vrijdag 16 februari om 9:05 op NPO 2. Nou, kijk er dus. Ja.